is een wedstrijd, de Elfstedentocht, roeiend in Friesland, maar die is in de zomer. En wij doen dat hier op de vereniging met carnaval om geld in te zamelen voor Kika, de kinderkankerfonds. De gespannen gezichten van Maaike Het, Voor in de Boot en Ilse Paulus voor de finale van de lichte dubbel 2. Geduchte concurrentie is er, onder meer van de wereldkampioen in baan 2. Maaike Het en Ilse Paulus pakken de tweede gouden medaille ooit in het damesroeien. En ik ben ook niet meer zo fit als vroeger. En dat is best wel confronterend, maar voor het goede doel kruip ik wel weer op de ergometer. Kilometer. Wel in estafette vorm. Dus we wisselen wel af. Ik heb dit niet in mijn eentje gedaan, laat ik zo zeggen. Nou, sinds gisteravond 8 uur. Dus dat is inmiddels, ik kan het niet zo goed lezen, in ieder geval 20 uur. Ik ben gevraagd om ambassadeur te zijn van Kika. De Kika Row. En dat is een rondje door Nederland, wat deze zomer gedaan wordt. En daarbij komen ze ook op 18 mei vanaf Roermond naar Maastricht geroeid. Nee, dat is ook juist het mooie van roeiverenigingen. Dat is altijd heel gemengd. Want je hebt de jeugd en je kan eigenlijk blijven roeien tot je erbij neervalt, zo gezegd. Dus je hebt alle leeftijden. Dat er met zoveel mensen hier vanaf gisteren 8 uur aanwezig zijn geweest, de nacht doorgetrokken hebben, allemaal team voor team 210 kilometer hebben afgelegd, iedereen heeft het gehaald. Want hij wordt gecharriteerd met hoofdletters geschreven, want hij gebeurt, dat is ongelooflijk. En dat is hier heel erg goed en dankbaar. Dus ik wil eigenlijk zeggen, rook met me goed, lang leven de streek. Lang leven de chariteit wat hij plaatsvindt en lang leven de streek van Vasteland. Hippiebiet! Hoi! Hippiebiet! Hoi! U dat je kunt loeren en dus vertelt wat verkeerde buren willen. Ik heb gezag. Draai nog een, Jean. 6000! Oh.